Hij werd in de Tour van 2017 een keer derde, hij werd een keer tweede. Maar op de Champs-Élysées kwam het allemaal mooi samen. De puzzelstukjes vielen in elkaar toen voor mijn gast van vandaag. Het betekende zijn definitieve doorbraak als profwielrenner. Een hele grote sprinter, een hele grote man. En dus een mooi moment om terug te blikken op die prachtige rit in 2017. Welkom bij Rewind. Aan de lijn, je kon het vast al raden, Dylan Groenewegen. Dylan, goedenavond. Hoe is het met je? Hallo. Ja, gaat wel goed, hoor. Het is redelijk rustig, hè. Geen wedstrijden, maar we proberen een beetje fit te blijven en een beetje te trainen. En zo doen we verder tot hopelijk weer snel het seizoen gaat beginnen. Ja, ik moet toch even een mooie opmerking maken over die kamer waar je nu zit. Of is het een privébioscoop? Het is een beetje een privékamer. Dat ik me af en toe, als ik een beetje rust wil of zo, dan kan ik hier een beetje gaan gamen. Of films kijken doe ik dan samen met mijn vriendin gewoon in het huis. Maar dit is een huisje buiten het echte huis waar we wonen. En ik noem het dan een beetje een mancave. Ja, nou, met recht. Goeie, hè? Kijk je hier ook etappes terug of kijk je hier ook naar je wielerwedstrijden als je even wil afzonderen? Ja, oprecht kijk ik hier wel sprints terug die goed zijn gegaan, maar ook sprints die niet goed zijn gegaan om te kijken hoe we dat in andere sprints beter kunnen doen. En probeer jezelf een beetje fout te ontdekken en ook wat sterke punten van je tegenstander zijn. Ja, lijkt me heerlijk. Hey, en verder, je komt de dagen eigenlijk goed door. Je hebt het drukker dan ooit volgens mij. Je bezorgt boodschappen. Hoe gaat het? Krijg je veel bestellingen? Ja, ik ben gewend om alleen maar een beetje te fietsen en naar wedstrijden. Normaal ben je een week thuis en dan ga je weer door. Nu ben ik eigenlijk nog nooit zo lange tijd thuis geweest. Dus dat is een klein beetje wennen. Maar dat gaat tot nog toe wel goed. Maar verder een beetje boodschappen bezorgen, wat sponsorverplichtingen. Veel interviews, dus de dagen zijn al wel redelijk goed gevuld. Ja, dit berichtje plaats jij op 8 april. Even geen koers, maar wel tijd om te helpen. De komende tijd bezorg ik op de fiets de boodschappen bij ouderen en zorgverleners die dat nu even niet zelf kunnen. Heb je als zorgverlener of ouderen hulp nodig of wil je zelf helpen? Bezorg voor de zorg. En dan ga jij gewoon op pad. Hoe is dat ontstaan? Ja, ik kom eigenlijk zo met het idee omdat ik nu gewoon niet heel veel te doen heb. En ik wou ook toch wat terug doen voor de sponsoren. En ik wou zelf een beetje een goed gevoel hebben. Fietsen moet ik toch buiten en dan kan ik net zo goed mijn boodschappen rondbrengen. Dus ik vroeg aan de ploeg, kan ik niet iets van boodschappen rondbrengen of iets in die richting. Natuurlijk Jumbo sponsor, dus toen zeiden ze van ja, je kan met een rugzak op je rug, kan je bij de ouderen en bij de zorgverleners die het zelf niet kunnen. En dan kun je mooie boodschappen rondbrengen, dus dat was een goed alternatief. En vind ik ook heel leuk om te doen. Ja, dat lijkt mij ook, maar weten mensen van tevoren ook dat jij komt of is dat nog een verrassing voor ze? Nee, ik denk dat ze dat wel weten, hoor. Ze staan wel in de deuropening en staan wel klaar. Dus ik denk dat ze dat van tevoren wel ingelicht zijn. Denk je nu ook heel veel na over, waar had ik nu eigenlijk mee bezig geweest? Als het gewoon een normaal seizoen had geweest? Een beetje wel, hè. Je hebt je ook wel een klein beetje losgelaten, hè. Tuurlijk wil ik gewoon fit blijven. En mocht het seizoen straks weer beginnen, dat ik er ook wel weer sta om te winnen. Aan de andere kant, ik had nu gewoon heel dicht bij de Giro geweest. En die voorbereidingen zijn nu gewoon een beetje anders gelopen. En dat moeten we voorlopig even nemen zoals het is. En hopelijk komt er snel weer een tijd dat we weer kunnen gaan koersen. Ja, die Giro gaat dan mogelijk in het najaar plaatsvinden. Met daar vlak achteraan de Vuelta. Jij zou ze allebei rijden. Wordt dat nu ook veranderd? De start van de Vuelta was eerst beter, denk ik, voor mij in Nederland. Nu start hij in een Baskenland, dus ik weet niet of dat echt een sterk punt is. Maar dat moeten we zien, hè. Er zullen nieuwe schema's gemaakt worden wie waar gaat rijden. De Giro zou ik zeker doen. En hoe het verder uit gaat zien, moeten we dan zien. Ja, oké, dat blijven we natuurlijk met veel interesse volgen. Jij bezorgt boodschappen. We zien je af en toe volgens mij ook een beetje in de tuin rondspringen en schieten. We hebben aan andere renners ook gevraagd wat zij nou doen met hun tijd in deze coronaperiode. En daar heeft een van de renners van Team Jumbo-Visma het volgende videodagboek van gemaakt. Goedemorgen allemaal. We zijn juist wakker. Zoals kijken als er nog iemand wakker is hier. Goedemorgen, Liam. Goedemorgen, Loïc. Goedemorgen. Ga je gaan kijken? Uit de kampioenen. Ah, de kampioenen. Vandaag een lange duurtraining en daar hoort een goed ontbijt bij. Dus we gaan havermout eten met appel en kaneel. Een bananenbroodje.
nog grap in de oven zetten. Hoppa, en klaar. 'S Morgens een koffietje erbij. Geen speciale latte art of zo. En uiteraard hoort er ook het krantje erbij. Iedere morgen, ochtendritueelke, heel belangrijk voor mij. De moderne manier van huiswerk maken. Dus Luc nog altijd niet bezig. Klaar voor de training. En here we go. Vandaag is de gravel ride. En we gaan de mystery guest tegenrijden. We zijn ondertussen bij onze mystery guest, Wout. De enige echte Wout van Aert. Morgen. Hoe is het mee, Wout? We zijn weer thuis. De training zit erop. Uurken langer als te voorzien, dus de markt zal weer content zijn. Stephanie heeft pannenkoeken gemaakt, mijn lievelingseten. Dus ik zal er maar aan beginnen. Bezig aan de tweede training van vandaag. Luik heeft er zin in. Alles goed, Luik? Ja. Gevolgd in het wiel, dus ik kan er maar net alles bijhouden. Links. Ja, ja. Ook niet onbelangrijk, ons dagelijks potje FIFA. We moeten natuurlijk ook trainen zodat we mee kunnen bij het volgende trainingskamp, bij het FIFA-toernooi. Dat ik zeker met Rijn Zeeman kan kloppen. Ik vind het altijd fijn dat ik dat doe. 4-0 verloren, nog wat werk aan de winkel, maar eer dat het voor de trainingskamp is, dan zal ik er staan. Het is bedtijd. Slaap wel, Jan. Wel. Morgen. De kleinste zijn wel aan het klaarstomen voor later, dat hij al in de hoogtetent slaapt en zo nu. Goed slapen in de week. Tot morgen. Nu dat de kinderen slapen, hebben wij nog een uurtje de tijd om een beetje te chillen, tv kijken, Netflix of zo. En dan zit de dag er weer op. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En hou het veilig. En zoals ze in België zeggen, blijf in je kot. Ja, mooi videodagboek. Wij praten verder met Dylan Groenewegen. Dylan, je hebt wat alternatieve trainingsvormen ook wel gevonden, hè? Dus behalve dat je op de fiets zit, doe je ook nog veel in de tuin. Ja, ook een beetje in de tuin achter me. Steven Kruiswijk noemde het al een soort van cavia of eekhoorn. Maar dat kleine dingetje, dat is mijn hondje. Dus die is vrij snel en die houdt me fit, zo te zien. Ja, hij sprint jou eruit volgens mij, als ik het goed zie. Hij is heel erg klein en heel erg bewegelijk. En ergens is hij ook nog wel echt slim. Dus echt makkelijk te pakken krijg ik hem niet mee. Nee, dus het is een goede workout. Hij is echt, echt snel, dat beest, man. Hij past goed bij de familie. Ja, hij maakt schuimbewegingen. Ja, als je hem zou moeten... voetballer is. Ja, maar als je hem zou moeten vergelijken met een renner, bij wie komt hij in de buurt? Zijn technisch vermogen is heel groot, hè? Dus ik denk dat Van der Poel. Echt een Van der Poel? Ik denk een Van der Poeltje, ja. Hij springt overheen en is vrij technisch, dus een Van der Poeltje hou ik maar op. Binky Van der Poel. Hey, we gaan natuurlijk terugblikken op... Ik vind het zelf een prachtig moment en ik denk voor jou dat het misschien ook wel de grootste betekenis heeft. Je overwinning in 2017 in de Tour de France... is het nog steeds je mooiste? Of zeg je, nou, dat kan ik inmiddels wel in een soort van context plaatsen? Nee, ik denk, ik heb er altijd van gedroomd om een toeretappe te winnen. Inmiddels zijn het er nu 4, maar daar was het eerste moment. En ik denk toch ook wel een van de echt, een van de mooie grote overwinningen. Dus hij staat zeker heel hoog in het rijtje. En ik denk eigenlijk met het gevoel waardoor we daarheen gingen, is het echt wel een van de mooiste overwinningen, ja. Ja, ik wil straks iets verder er ook over uitweiden om die hele lead-out ook te gaan ontleden. Laten we eerst gewoon eens even kijken en genieten. We gaan terug naar 2017, de Champs-Élysées en een prachtige overwinning voor Dylan Groenewegen. Ja.
1 kilometer to go. The people of Paris who followed the race on television for 3 weeks now have it on their doorstep as it comes to the end of the Tour de France. We finished on the Champs-Élysées since 1975, and there's a lot of bumping and barging. Took down bottom left in the red is Nasser Bohani, but also moving just ahead of him is Edvard Boasenhagen. Vanwege die voorin zit. Arendt zit er nog. Dan is hij wel heel ver. Op 250 meter gaat Groenewegen. Dylan Groenewegen van de Jumbo team trying to make it. Fighting his way to life. It looks like Dylan Groenewegen has got a big one. Greipel is coming. In het rood, in het midden, komt daar Greipel. Matthews is gezien. Nog steeds Groenewegen. Groenewegen nog op kop. Groenewegen, ga je dit volhouden? Daar komt Greipel. Maar het is, ja, ik denk dat het hem is. Groenewegen. Groenewegen. Wat een lange sprint. En wat een lef. Jeetje. Geweldig. Het was Groenewegen. Ik ben redelijk overtuigd. Hij zelf kan het nauwelijks geloven. Pas 10 meter over de streep met een hand. Maar wat een sprint van kop af. Niemand 250 erover. Meter lang op kop gereden. Ontroert het je nog enigszins, Dylan, als je het ziet? Ja, ergens wel. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik er naar kijk. Dus ja, dat is denk ik een goed teken. Maar dat was ook een hele mooie rit. En die blijft er altijd bij. Robert, hoe kijk jij naar deze beelden? Ja, geweldig. Hè? Ik krijg ook kippenvel. Ik kan me nog goed herinneren. Wat Dylan zei toen we die Champs-Élysées opreden. Ik had tranen in mijn ogen toen. Dit was me beloofd of gezegd van een oud teamgenoot van mij, van Simon Geschke. Die zegt, kijk, straks ga je de eerste keer de Champs-Élysées oprijden. Dat gaat wel iets met je doen. Ja, ik zat gewoon te janken op de fiets en dacht, we moeten nog een paar rondjes. En we willen hier nog iets van maken. Dus neem je een beetje samen. Het was heel speciaal, ja. En ja. Sowieso nog dan die laatste rondjes en Dylan maakt het af. Ja. Dylan, jij zei direct, ik wil Robert Wagner graag erbij halen in deze show. Kan je nog eens uitleggen waarom je hem er graag bij wilde hebben? Ja, ik heb ook sowieso de eerste 2 jaar dat ik bij de ploeg kwam, heb ik ook een hele belangrijke rol in mijn ontwikkeling gespeeld. Heb ik ook heel veel door hem gewonnen. Heel veel van hem geleerd. Ik weet ook wel dat we toen als ik even naar die Tour kijk, dat we naar Parijs gingen en die laatste rit kregen, toen is hij heel erg met mijn versnellingen bezig geweest. En ik twijfelde daar een beetje over van welke versnelling moet ik steken. Maar hij zei van, dit voorblad gaat erop en daarmee ga je winnen. Dus dat neemt ook wel een beetje druk voor mij weg. En een beetje, je hoef ik daar niet meer te veel aan te denken. Dit was de versnelling die ik ging rijden en daarmee moest ik gaan winnen. Toen ik bij Rompot Prof werd, toen dacht ik van, die versnelling die erop zit, die zal altijd wel prima zijn en altijd hetzelfde. Maar Wauke was ook heel erg bezig met welke versnelling moet je in de finale steken. Is het de snelle finale of niet? Dus daar heb ik wel heel veel van geleerd, ja. Was het nou de perfecte lead-out daar op de Champs-Élysées wat jou betreft, Dylan? Ja, ik denk een perfecte lead-out. We hebben toen eigenlijk de hele Tour wouden we het per se heel erg perfect doen. Dat is in de Tour de France is dat sowieso is dat heel moeilijk. In de Tour de France is dat nog moeilijker. Dan moet je er echt naartoe werken van, we brengen Dylan gewoon in een hele goede positie waar hij vanuit kan sprinten. Dat zat ik daar. Ja, ging ik zelf een beetje te vroeg aan. Maar Wauke zet me in een goede positie af. En toen zat ik eigenlijk in een positie waar ik moest zitten. Dat zie je hier al wel een beetje gebeuren. Ja, kan jij eens... Wauke dan de kop. Ja, beschrijf maar wat er gebeurt. Ja, ik denk dat ik hier zit ik als derde achter Wauke. En dan neemt Wauke hier de kop. Om de snelheid hoog te houden, zodat ik niet in het gedrang kom. Wat voor mij perfect was. Ja, dan doe ik het hier zelf eigenlijk een beetje stom om met Christophe... Was het volgens mij een beetje te duwen. Ik had eigenlijk veel beter achter Christophe kunnen zitten om iets later in de wind te komen. Maar dat was een beetje mijn eigen schuld. En toen na die bocht stuurde Haller weg en ben ik zelf aangegaan. Ja. Robert, hoeveel krijg jij dan nog mee van wat er voorin gebeurt op dit moment?
Ja, die lead-out zelf, dat was zeker geen perfecte lead-out. Zeker niet. Want anders had ik hem tot die bocht nog gereden. Maar ja, dat zat niet meer in mijn benen, zeg zo. Ja, hij heeft het geweldig gedaan. Achteraf natuurlijk, hè. Ja, ontzettend sterk. Ik heb de finale gewoon nog gevolgd. Ik ging volgens mij bij het bordje 500 meter ging ik, van kop af. En ben toen gestopt. Ben toen gestopt in een bocht. Want er was een grote live beltscherm gestopt. In mijn remmen gegaan en heb die sprint gevolgd. En, en dan ben ik ook ooit over de fiets over de streep gereden. Ja. Je hebt gewoon lekker zitten kijken. Je bent gewoon midden in de etappe gestopt. Ja. Ik heb en ook aangemoedigd ook in het voor de finish, ja. ja, prachtig toch? Maar voor jou was het ook... Voor Dylan was het een grote droom, maar voor jou eigenlijk ook. Dit was perfect voor jou ook, Robert. Ja, was... ja, wat ik zeg... Of ik zeg het altijd. Het is voor mij... ja... De speciaalste moment uit mijn carrière. Ik had veel goede momenten, leuke momenten. Maar als we over speciale momenten spreken, dan is het dit. Ja. Ja, en ja. Mooier is het, was het daarvoor niet. En mooier is het achteraf ook niet meer geworden. Dus voor mij persoonlijk was dit de kers op de taart. Of de punt op de i, hoe je het wil noemen. Die Tour 2017, jullie waren er echt ontzettend vaak heel dichtbij. Maar er was gewoon één grote sta in de weg eigenlijk, heel die Tour. Hè? De man die op dreef was. Kittel, ja. Hoe vaak hebben jullie gevloekt om die man? Ja, de beste moet altijd winnen. Hè? Die Tour was Kittel gewoon enorm sterk. Je zag wel, we kwamen elke etappe wel iets dichterbij. Je moet ook denken in zo'n Tour, dan moet je ook heel veel leren. En eigenlijk bestond heel de sprinttrein met wie we daar reden. Was het voor de meesten eigenlijk pas de tweede keer dat we die Tour reden. En als je naar de jongens van Quickstep toen keek, die hadden allemaal zoveel keer gereden. Die hadden ook zoveel ervaring. En dat hadden wij ook. En dat kregen we steeds meer door van hoe we die finales moesten pakken. En dat was niet altijd om de perfecte lead-out te doen, maar wel om te werken om mij in een goede positie te hebben. Dus we kwamen elke etappe eigenlijk dichter en dichterbij. Ja, Kittel was gewoon enorm sterk en moeilijk te verslaan. En ja, op een gegeven moment moest hij toen afstappen door een valpartij. En waren we in Parijs waren we echt gebrand op die overwinning. Ik weet wel dat we die bus uitstapten. Echt, ik denk dat we nog nooit zo fel zijn geweest en scherp om per se die droom om te winnen. Dat was echt dat was heel mooi. Ook de sfeer in de bus toen al. Ja, want jij werd ook door Robert echt op scherp gezet nog. Hè? Vooral om wat hij zei over die laatste kilometer volgens mij. Ja, klopt. De dag ervoor was eigenlijk de tijdrit nog met Primoz, die toen voor mij nog probleempje met zijn fietsen. Dus de teleurstelling was nog wel een beetje aanwezig. En toen, ik denk dat Paul Martens toen ook nog zei in de bus van, oké, nu is het gewoon klaar en het is vandaag een nieuwe dag. We gaan het vandaag gewoon doen. Toen zijn we er echt naartoe, geleefd en op dat moment moest het gewoon gaan gebeuren. Het was nog een beetje van, het kan gaan regenen zometeen in Parijs. Het boeide ons allemaal niet meer. En of we nou vielen of niet, we gingen er wel vol voor. Jij gaf Dylan toch ook nog wel een soort van les van... luister, in die laatste kilometer, dit vooral niet doen. Niet remmen. Want er zijn heel veel die het waarschijnlijk wel gaan doen. En het ging vooral daarom... we hadden echt zoveel vertrouwen in Dylan's sprint en in die rit zelf... dat we zeiden, kijk, waarschijnlijk gaat het regenen. Maar het maakt ons helemaal niks uit, wij gaan niet remmen. Dat was zo'n beetje de boodschap. En ik kan me nog herinneren, dat hebben wij toen ook gezegd in de laatste twee rondjes. Want het lag nog een beetje nat, weet ik nog. En we waren met z'n vier nog over. Primoz die heeft op kop gereden. Die had al die groepjes teruggehaald. En dan gingen wij met Paul Martens en Tom Laser... bij mij en Dylan dan die laatste twee rondjes in. En ik zei dan nog een paar keer, kijk, wij gaan je niet remmen. Dat hebben we ook niet gedaan. Nee. Dylan, van wie voelde jij die dag nog de grootste concurrentie? Ja, je moet natuurlijk niet de jongens als Greipel toen en Buani en Christophe. Die was wel gevallen, maar die was ook nog sterk. Michael Matthews was die Tour echt supersterk. Die had al twee ritten gewonnen volgens mij, uit mijn hoofd.
Dus ja, er waren echt nog genoeg tegenstanders. En ja, toen zei Waggie wel al die avond van... Zo, nu gaan wij slapen. En ja, morgen heb jij je eerste toerrit gewonnen. En toen weet ik wel dat ik die ochtend wakker werd. En ja, toen voelde de benen eigenlijk al zo goed. En toen zei Waggie ook al van... Zo, vandaag gaat het gebeuren. En dan is, ja, is die dag is gewoon een hele lange dag. Omdat je pas in de avond gaat koersen. Maar ja, toen zei Waggie van... ja, iedereen is moe. En ook in de finale, de laatste kilometer, gaat het niet lekker voelen. Maar ja... Ga gewoon sprinten en dan komt het wel goed. Had hij nou ook zoiets gezegd van... als jij vandaag wint, hier op de Champs-Élysées... dan gaat het je leven veranderen? Ja, klopt. Dat was... voor mij die avond was het al. Dat hij al zei van... ja, weet je wel, hè, dat was net voor het slapen... dus ik wou net mijn ogen dicht doen. Ja, als je morgen wint, hè, dan verandert je leven. En dacht van, ja, dan kan ik het mee doen. Dan kan ik lekker slapen. En toen die ochtend... ja, ik had wel lekker geslapen, dus... ja, toen die ochtend zei hij het weer. En ja, het was in ieder geval een mooie dag, ja. En de grote vraag is natuurlijk, heeft het je leven veranderd? Ja, je hebt altijd echt een supergrote overwinning nodig om die stap te maken, denk ik. En ja, vanaf toen is het wel in de sneltrein gegaan met ook de grote overwinningen. Dus dat, ja, dat denk ik wel, ja. Is Dylan ook te goed geworden inmiddels? Oh, Dylan heeft zeker sinds die dag nog 4-5 stappen gemaakt. Hij heeft ook... ja, het is gewoon zo. Veel betere mannen om zich heen nu. Vooral met Amon, met Mike. Ja. Timo Rozen daarbij nog. Die supersterk zijn in de lead-out. En ja, je ziet het nu ook de afgelopen 2 jaar vooral. Hè? 18 en 19. Hij heeft altijd zijn ritje gepakt. En ja, wat ik zeg, nu hebben wij de coronacrisis helaas en kan hij niet starten in de Giro. En ik ben ook overtuigd, in de Giro had hij ook zijn stempel gedrukt. Ja. Bedankt mannen voor jullie verhaal. En deze mooie terugblik op die Tour 2017. Kijk. Kijk, water hier in, zie je. Hij is nog dicht, is hè? Het? Hij is dicht, hij gaat ook niet open. Wat ga je ermee doen dan? Koop je netjes in mijn box, hè? Dat was de fles, ja. Mooi, 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 mooi. Bedankt dat jullie wilden deelnemen aan deze show, Dylan en Robert. Graag gedaan. Blijf veilig, blijf gezond. Jullie ook, dankjewel. Hè. Is goed, hey, tot ziens. Ja, tot zover Dylan Groenewegen en Robert Waakner over die prachtige Tour-etappenzegen in 2017 op de Champs-Élysées. Wil je nou meer van ons zien? De eerdere rewinds staan op de sociale kanalen van Team Jumbo-Visma. En meer content vind je op het platform dat we hebben gemaakt. Het adres vind je hieronder. Dan kan je nog veel verder vermaken met alles wat we de afgelopen weken hebben gemaakt. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Ciao.